Hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben NS. Welkom bij Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Oh boy. Oh boy. Dit wordt leuk. Zet de muziek het hoogst. De stemmen boeien niks. Nee. Daarom is de Engelse, de Japanse stemacting ook nog DLC. Nee. De Engelse dan? Nee. Kijk naar alle DLC, woe! Oh, dit is net zo erg als de Street Fighter spellen. Maar ze krijgen €6, dus dat heb ik een DLC. In ieder geval, welkom bij Game Industry. Met de Console Wars. Yep. Dit is een. Laat me denken aan een ander anime. Maar dit is eigenlijk goed. In ieder geval, dit spel gaat inderdaad over de Console Wars. Dit is een parodiespel voor de Game Industry. We hebben de PlayStation 3. Iedereen is liefde. Want, ja, ze is de top. Zij is de favoriete karakter. Oh, ze is de beste console zo. Nee, we de Wii. Arme Louis. Hier hebben we de Xbox 360. Oh, de size. It's perfect. Flat is justice. Size rules. En hier hebben we de Sega Neptune. Die nooit uitgekomen was. Ze sterfde toch sinds de Dreamcast? Ik denk het wel. De Dreamcast kwam voor, denk ik, gewoon omdat het mee. Ik hoop dat. Dat is een ander spel. Deze vier vechten eindeloos in Game Industry om de ware godin te worden. 5 jaar later komen de nieuwe godingen, maar dit is niet 5 jaar later. Oh, dan weet je alvast hoe oud ze zijn. Noir is 16, Nep is 12, Wang is 10 en Vert is 20. En dat is een vechter voor honderden jaren. Nou, nu zet je die honderden jaren op elkaar en dan weet je hoe oud ze zijn. Ik moet bij videogames spelen, godverdomme. Nu is geen spoiler sessie. Oké, laten we dan gewoon doen alsof we niks weten. Ah, Thunder Tits. Ze zijn wel goede tits. Zo kop dicht. Iets dat Blanc nooit zal hebben. Flat is justice. Flat is justice. Iets dat Blanc nooit zal hebben. Hoe weet je dat hij naam Blom is? Wat spoilers. Wel, het is in de opening, dus wel even. Godzang. Oh, dit is Burn! Volgens mij heeft Vert zelfs een grotere kont vergeleken met White Art. De namen zijn hard. Wanneer je alle vier spellen hebt gezien, is het hard. Ah, dat lacht je. En wie ben jij? Of klinkt als een oude vrouw. Laten we niet ons afvragen wie dat is en wat ze hier doet. Maar laten we gewoon naar luisteren. Misschien moet ze zelfs die persoon aanvallen. Waarom ben jij degene, de enige die hierover nadenkt? Normaal wordt ze geteamd. Wel, zij is sterk, zij is de hoofdkarakter en ja, er heeft de hoofdkarakter privilege, dus ja. Side characters matter, okay? Like hashtag side character lives matter.
In ieder geval hebben we deze coole filmclipje. Met Yellow Hearts Team in de achtergrond. Voor een of andere reden. Whatever. En dat is de enige 3D filmclipje dat we krijgen in het spel. Wat waren de andere spellen nog meer? Oh, Reaper 2 had er één. Eén maar. 3 had er één en Elf had meerdere, maar die waren niet echt zulke filmclipjes. Toen ik het eerst zag, vond ik het eigenlijk best wel cool. Ik verwacht het niet. Gewoon weet je wel, visual onder appel, dus het gebeurt niet. Ja, maar Jesse, het is volgens mij nooit een computerprobleem met deze clip. Zo. Weet je nog bij je vorige kanaal? Probeer dit op te nemen, was het heel glitchy en zo. Ah ja, het loopt langzaam. Shit, zwart! Snel, valt ze bijna aan. En Sega faalt alweer. And nothing special happened. Holy shit, veranderd in een lolly. Nou, dat is een punt voor Jesse, I guess. Ja, nee, ik ben totaal dit spel gaan spelen voor de lollies natuurlijk. Ik bedoel, dit is totaal logisch. Ja, yeah. Totaal de reden. 100%. Ik geef jullie een tip, kijk niet naar Jesse's fotoalbum. Er is niks in mijn fotoalbum. Of zijn hentai geschiedenis. Ik heb geen hentai geschiedenis. Ik verwijder al. Ik bedoel, ik kijk niet naar hentai. Ja. In ieder geval, dit is nu de opening, dus we praten niet. Whatever. Kun je niet meer iets meer energiek zijn, Anders? Wat even zeggen. Het is moeilijk. Kun je tenminste doen alsof? Misschien. Moet ik zijn, de opening van het originele spel is veel beter. Van het originele spel? De opening van het originele spel. Volgens mij is dat de beste gedeelte van het hele spel, de opening. Oh boy. Dat is wat heel erg veel problemen dus. Ja, daar gaan we allemaal over praten hier, dat is leuk. Oh, het is leuk dat ze ons alle namen geven en wie elke karakter is. Ja, maar dan gaan ze de Sefter ook erbij doen. Dat is een probleem die ik heb met Fate Collides opening. Spoilers. Maar alle merken zijn wel, hoe erg zijn die dan ook weer? Want zo verwoord je het echt, word je toch niet verrast wanneer je nou... Je zegt van, holy shit, deze karakter. Oké, okay, wie is hij? Maar bijvoorbeeld wanneer je dan hem ziet en dan zijn ze heel erg aardig tegen hem. Want jij weet dat het een Sefter is om de openingen te zien. Op dat punt wel, ja. Of tenminste Gintama had, weet je nog Gintama met de spiderweb arc? Ja. Tenminste daar had je ook de slechtelijk, ook gelijk de slechtelijk bij de eerste episode, wanneer die voorkwam. Ik met sommige anime. Tenminste, nadat wij hebben gepraat over anime openings en spoilers, hebben we dus dit soort beeld. In the void! Godverdomme ex-dit! One does it bottles of beer in a wall, one does it bottles of beer. Ah, de vierde muur! Het is al gebroken! We zijn maar 8 minuten hierin, het is nu al gebroken. Lol. Je staat dan weer beter op mijn figures. Ik heb er niet eens een. Welke figuur zou je hebben, Jesse? Zij willen hebben. Even denken. Ik weet niet. Lollies? Hou je kop, Ennis. Like figuren van lollies? Hou je kop, Ennis. Volgens mij hebben we het niet eens over dezelfde lollies. Ja, ik bedoel de lollies van de cola smaak en de kerstsmaak en die lollies. Ja. Ja. Godverdomme nep, doe nou op met de vierde muur te breken! Wie houdt er nou niet van nep? Zeg sommige mensen. Oh sorry, dat was Ernst de pizza, hij liet het liggen. Oh, damn it nep.
kan ik niet meer eten. Een koester is een idioot. Is een donder. Nee. Ja? Nee, dat is zeker nog wat is gedelayed, dat is wat ik bedoel. Zoals mij in nummer 9. Nee, kijk, we staan eigenlijk in een loading screen. Heb je dat gestukje gezien in FQS waar de loading screen kwam? Ja. But this game was good! Dat zegt niet, dat zijn de subtitles niet aan. Ik denk dat het een woordgrap is in de Japanse versie. Eigenlijk, Netto gaat wel naar de hel in de Hell in the World manga. Wat? Okay, ben je nog steeds bezig? Netto kijkt hentai, confirmed. Maar we kunnen nu confirmen dat Netto hentai kijkt. Speciale is het over haar? Er zijn een speciale disc met hentai erop, laten we dat gewoon. Hentai double D double hentai double D. Nou, het is tenminste minder erg dan de first speciale HDD. Goed punt. Ja, dat is natuurlijk het eerste wat ik zou denken wanneer iemand gewoon tegen me praat die ik niet ken. Mijn fan, natuurlijk. Ik weet niet hoor. But don't point out everything. Ik weet niet waarom, maar dat klinkt alsof ze eerst. Ik dacht eerst toen ik alsof ze dat zat te liegen. Ja, oké, sorry, ik kan je niet horen. Eerst die huislijn. Heel slecht. Oké, we moeten Arvo stoppen, Ennis. Arvo. Arvo? Ja, Arvo. 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 Doe jij dat ooit? Nee. Oh shit, ze heeft de tijdklok gebroken van Gintama. En snel! We moeten wat bij je halen. Nou, je ziet waarschijnlijk de sheriff daar in de achtergrond. Dus je kan raden in wat voor huis we zitten. Oh boy. Good doctor. En zij, dit is Kompa. Zij zegt de hele tijd Tessu. Fucking weep. Maar het is Japans. Weeboo. Ik kan niet weeboo zijn als je Japans bent. Wel, het is een Engels ondertiteling. En ze zegt de hele tijd desu. Dat er niet bij staat, dus een weeboo. Dat vind ik logisch. Nou, Kompa is natuurlijk een referentie naar de company Compile Heart. Wat? Degene die het spel maakt, Compile Heart. Ah. Nou, ik vraag me af waar dat voor referentie is. Ik zou het niet weten. Was het toevallig dezelfde persoon die Soul Calibur hebben gemaakt? Copyright. Is Compa's referentie dezelfde persoon die Soul Copyright hebben gemaakt? Nee, want anders zou die gekopieerd moeten hoeven te zijn. Dan weet het.
Nou, we zullen ook dadelijk een verschil zien tussen het originele spel en dit. Want volgens mij in dit vinden wij, gaan we niet gelijk naar de dungeon toe. In het originele spel wel. Naar deze kutscene. No. Hoe is het Neptuns lichaam eigenlijk? Ja. Wat dacht wel. Oh nee, ze heeft het laatste gezegd. Zij is een verpleegster en in haar training moet ze wel mensen lichaam dragen. Dus daarom kan ze dat doen. Ik weet maar een... Oh wacht, Nep is 38 kilogram. Dus Nep is niet, ja, Neptun is niet eens zwaar. Ik bedoel, kom op. In ieder geval, we kunnen Neptun's naam niet zeggen, blijkbaar. You can call me anything you want, baby. You can even call me Poop. Never mind, you can't call me Poop. I don't like to be called Poop. Ivan Kopf. Pompies. Nee, daar is het nog wat. En officieel is haar naam nu Nep-Nep. Gewoon officieel, maar we gaan haar niet Snap noemen, maar Nep-Nep. Haar naam werd een meme. Die even Nep. Ja, dat top Nep, man. Top Nep. Nou, Neptun heeft natuurlijk haar geheugen verloren, dus... Ze is even amnesia geleerd. Ja. Zij is een van die hoofdkarakters. Ah, de classic trope. En dan gaan we ze haar kleren uitdoen, dit wordt leuk. Ik vind het grappig dat Neptun pas nu reageert nadat ze haar kleren heeft uitgedaan. Geniaal. Ze wordt sterker wanneer ze haar kleren uittrekt. Dat is de grap van Syndrome Kakura en daar komt ook een karakter van in het spel, dus... Oh boy. Oh ja! Yeah. Oh boy! Fanservice, dit is eigenlijk volgens mij de grootste fanservice scène in dit hele spel. Bij de wij de art is gedaan door Tsunako. Zij begon als een gamesprite artiest en werd aan een character designer en ging daarna verder met game art maken voor ID Factory. En zij doet ook de art in de light novel van Data Life en de spelling. I see. Oh. Het is grappig hoe de benen en de textbox daar in de weg staan. Nou ja, we willen geen M-rating, het is nog steeds 10-rating, dus we willen geen M-rating. En de nep is flauwgevallen, want komt uit. De nek strak vast gedaan. Ja, yep, en daar komt ze niet ademen. Belangrijke vraag. Wat is met maar al die halsbanden? Neptun is twee keer bijna vermoord in dezelfde dag, dat is niet te geloven. Ze is bijna zo erg als Yamcha. Ja, Yamcha gaat eigenlijk dood. Yamcha zou eigenlijk dood zijn gegaan, maar Neptun leeft nog. Ze is bijna. Dat is een wens van Jiraji. No shit! Maybe. Ik denk niet dat het mogelijk is. Is het mogelijk? En dan kun je het niet, ja, genezen. Je moet de forget-me-nots vinden. Als je forget me nots hebt, dan lukt het je wel. Ik verwacht een serieus antwoord. Ik weet niet waarom. Maar allemaal noemen een manier te genezen is toch om de hoofd harder te slaan tegen een steen. En dus dit wordt een heel speciale karakter moment. Lijkt, dit wordt heel speciaal, want we weten dan, bekijk, dat is het belangrijkste, we weten wel even de karakter. En dat, ja, waar je dus moet goed opletten. ちょっと待ってるです。今持ってくるです。
Zo, hoe werkt de amnesia precies? Vergeet je nou echt wie je bent? Of echt alles? Bijna alles? Blijkbaar vergeet je je naam nooit, volgens anime. Je vergeet ook niet wat woorden betekenen. Voor een of andere reden. En ze herinnert keken dingen. Ze vergat het woord niet, maar ze weet wat het is. Nou, kijk, zij is... ik ga ervan uit dat zij, omdat zij een godin was, dat ze alleen maar van die rijke mensen eten had en dus geen pudding had. Rijke mensen eten. En hier leren we van Neptune dat zij heel veel van pudding houdt. Zij is pudding, zeg maar. Wanneer mijn bloedchocolijn doorstroomt, is het bij haar pudding. Ja. En dit is bloed is kastjes. Nee, cola waarschijnlijk, want ik hou meer van cola. Ik moet alleen meer kastjes drinken, want cola is niet gezond. Kast is ook niet echt zo gezond, maar cola. Ja. Anders zou het cola zijn, of zoiets. Of misschien patat en hamburgers. Eigenlijk misschien zou het gewoon een merk dan zijn. Merk, fuck je! Je hebt al meer kastjes bloed. Jongen, ik ben Amerika, jongen. Oh, wanneer bloed... Pistolen en zo, cool, jongen. Wanneer je wondje hebt en het begint te bloeden... Bloedt Amerika uit. Dat het hele land Amerika komt uit. Wel, mijn hoofdkarakter zijn ze zeggen dat ik iets moet doen. En wat gaat ze daar vinden dan? Even, nadat we klaar zijn met die cutscene, zijn we nu in de overworld. Dames en heren, dit spel... Even Miss Manual! Begin Miss Manual, zij vertelt alleen maar hoe het spel werkt, niemand wil dat. Nou, dit is heel anders in het eerste spel en het later spel. In het eerste spel zitten we in de Super Dimension en zijn alle landen uit elkaar. Nou, in het eerste spel zouden we nu naar de dungeon toe gaan, maar eerst gaan we de zwaard hier vinden, in de stad. Er zijn problemen met dit spel. Het is iets van 10 minuten lang cutscenes. Dat is niet echt een probleem. Het is net zo erg als Metal Gear Solid. Maar het is gewoon heel visual nog in een RPG-spel. Dus, maar laten we eerlijk zijn. Voor het meeste gedeelte is Hyper Dimension Neptunia ook meer. Het beste gedeelte zijn meestal deze cutscenes. Want dat zijn de grappen over gekomen en de grote praten en zo, weet je wel. Goed punt. Maar tenminste heb je iets wat meer te doen dan in elk andere visualnavel. Ja, dat is waarom ik het leuk vind. Je hebt ook RPG, je hebt dit, maar je hebt ook RPG-spellen en je kan ook meer dingen erin doen, weet je wel. Zouden ze het ding kunnen meetellen als een RPG? Wat? Sorry, als een visual novel, Fire Emblem? Nee, want dan heb je nog... Nou, misschien een cutscene, een soort of is dat spel. Vooral spel? Ja, het is vooral spel. Ik zeg het meer spel, het is meer strategisch spel. In ieder geval, Neptune gaat door de afval heen en ze vindt een houten zwaard. Je weet, dat is de beste wapen om te beginnen in een RPG-spel, een houten zwaard. Tuur, als je hem goed slijpt, kan je hem nog steeds scherp maken. Nou, ik denk dat het net zo handig is. Nog een reden waarom Neptune ook in Toki is. Live action roleplaying, dat is wat Neptune het eerste wilt gaan doen met een houten zwaard. Live action roleplaying. Dat gezicht ook toch van, oké, ik ga dit hele domme ding doen, geweldig. In ieder geval, hier vinden we dat we dingen kunnen doen in deze steden. We kunnen shoppen, we kunnen dingen kopen, je kan naar de guild gaan. Je kan dingen doen in steden? Ja jongen, het is echt raar. Natuurlijk hebben we het museum, dan kunnen we de muziek terugzien en CG's. Cool. Cool. Met de select knop kun je meer van deze hoofddingen hebben, wat heb je daaraan? In ieder geval... Voordat we naar Virtua Forest gaan, wat ook een referentie is naar Virtua Fighter voor de Sega Saturn. Gaan we eerst naar de equipment kijken, want we gaan het... Nee, dat gaan we niet doen. Fuck it. We gaan naar informatie, want hier zijn ook allemaal referenties. Ik weet niet echt waar Shefko ook weer de referentie was. Ze hebben heel veel onderzoek hiervoor gedaan. Kimizu Nana is eigenlijk iemand in de game-industrie, een echte persoon. Ah. Zij is een echte zingeres in Stone. Dat is Luigi. Ja. Yeah. I hope my play time isn't limited, arme Luigi. I see what he did there. Play it too. Yeah.
Ik weet niet precies wie dat ook weer was. Iemand heeft een tutorial gemaakt. In ieder geval, hier is een groot verschil. In het originele spel gingen we naar een soort... laten we zeggen, een soort fabriek. Nou gaan we naar een bos toe. Wat eigenlijk gewoon afgepakt is van de Victory, maar whatever. Hij heeft een beetje een Puna Victory, de derde spel. Whatever. Dit is niet de eerste keer dat deze bos gaat vinden. Het is wel beter dan het originele, want het originele was echt zo erg leeg. Het komt ook omdat er geen monsters rondlopen, daar kom je hem rond zomaar tegen, weet je wel, als in random counters. Like, hier kom je ze echt tegen, weet je wel. Wat leuk is, dit is net als de Tales of Symphonia of Chrono Trigger, je ziet ervan op tenminste. Ja, je kan weg van ze rennen ook. Dus hier gaan we wat leren over de monsters. In het originele spel zegt Kompo ook dat de monsters veel mensen hebben gegeten en zo. En daarom is iedereen bang en zijn dus er school in. Kom eens kijken, dit ergens. Staat van de videocamera? En met Ennis. Volgens mij had ik het weer over die matras die zegt of iemand seks op heeft of niet. En toen breekt het vierde muur weer. Godverdomme. Oh ja, ik zit te kijken naar je fucking Skype bericht. Fuck jou, Hennis. Oh, dit is professioneel kwaliteit, dames en heren. Ik ben het compleet vergeten, like, ik... Oeps. Ja, mijn zwaard. Ik houd het zwaard. Ik kan er alles mee doen. Wel, ze is nou Kentucky zo. Ja, natuurlijk. Stalen zwaarden gaan makkelijker breken dan houten zwaarden. Dat is obvious natuurlijk. En Kompa gebruikt natuurlijk gewoon een gigantische cringe. Dus een goede vraag waar dat vandaan komt. Onder haar rok. Natuurlijk. Niet specifiek uit de kont of vagina, by the way. Dat is een kompageheim en dat kunnen we niet vertellen. Het is ergens in je rok, ik weet het zeker. Of misschien zijn het haar borsten. Misschien is dat de reden waarom borsten zo groot zijn. Natuurlijk. Het is de plek om je spullen te verstoppen. Ik denk dat je daarmee over moet zeuren tegen Blan. Die doet het meer, die is erger. Een kleine meisje met een hamer en een bijl en ja. Dat is een gouden regel trouwens. Zo, hier hebben we natuurlijk de obvious ding. Treasure, box krijgen, zijn er altijd, zijn er nooit. Kan je maar één keer krijgen en de materials respawnen. Als je uit het dungeon gaat. Nou, de muziek is ook veel beter. En de looping animatie is ook veel beter dan het originele spel. Wow. Mijn god, de looping animatie. Het is fucking raar. Je moet het zien. Kijk dan. Dammit, Neptune, hou op met de vierde muur te breken. Zielig. Nou, bij dit gevecht kun je ten eerste rondbewegen. Dat is ook heel anders dan het originele spel. Het originele spel bleef je stilstaan met drie mensen. Hier kun je rondbewegen om op de juiste positie te staan. Want als je achter een vijand hem raakt, doe je meer schade. Zo, je kan zeggen dat het eerste spel meer van een klassiek RPG is. Een soort van, alleen het combo systeem was heel raar. Like, je hebt een best wel betere combo systeem. Like, je hebt Rush, waarmee je die XC-draai sneller verhoogt. Break, waarmee je de skill verbreekt. En natuurlijk Power, dat gewoon veel schade doet. Ja. We gaan er waarschijnlijk meer over in de volgende part. Want dat is waar we meer bezig met de gameplay hebben. Oeh, dat was interessant. Was de naam niet? By the way, het originele team was in 8-bit. En het originele Dungeon team was ook in 8-bit in het tutorial level. Just saying. Hoe ziet de originele spel eruit? Nou,
textures zien er misschien niet zo, zien er iets beter uit, want het is een HD-spel. En de monsters zien er ook meer realistisch uit. Zeg, het ziet er meer CGI-achtig uit in plaats van een cartoony zoals dit spel. Ah. Vooral de monster designs. Al moet ik zeggen dat de monster designs er best wel cool uitzien in het originele spel. Ze zien er niet slecht uit. Behalve zoiets als de Dooku's. De Dooku's zien er beter uit in dit spel. Maar dat het meer past. Met hun design. Uh-huh.